Wat moet er gebeuren met dorpshuis De Lier in Puiflijk? Volgens de gemeente Druten is het gebouw verouderd en is de technische bouwkwaliteit slecht. Nu liggen er verschillende opties op tafel. Zo zou het huidige gebouw kunnen worden gerenoveerd en ook nieuwbouw op die plaats is een mogelijkheid. Maar de gemeente kijkt ook naar twee andere locaties. Op een steenworp afstand is Café De Linde, dat ook aan renovatie toe is. Dat zou op verschillende manieren kunnen worden gecombineerd met de nieuwbouw van het dorpshuis. Als laatste mogelijkheid wordt het terrein van voetbalclub SCP genoemd. Afgelopen zomer brandde het clubhuis af. Een nieuwe multifunctionele accommodatie zou onderdak kunnen bieden aan zowel club als dorpshuis. De definitieve keuze wordt pas door een nieuwe gemeenteraad gemaakt, dus na de gemeenteraadsverkiezingen van maart.